Vandaag geen smaaktest, maar een smaaklappentest. Die is van een rund. Hoi. Hoeveel doe je met een smaakpapil? Die zit in je mond, maar die zit er vooral op de tong. In koffie hoef ik vooral de smaak bitter. En in dit snoepje vooral zoet. En in azijn vooral zuur. En in chip vooral zout. Op de smaaklab zit veel meer dan alleen maar smaakpapillen. Voedselresten en beestjes. Heel veel beestjes. Bij jou, bij mij en bij mijn proefpersoon. Hé, hey, proefpersoon! Nee, nog niet! Steek je tong eens uit. Weet je wat op die tong zit? Nee. Nee. Weet je wat dit is? Een tongschaap. Sebas, jij als eerste aan de beurt. Daar hebben we iemand voor nodig. De tongdokter. Ja, ik heb het. Ook klaar. Steek hem maar lekker ver uit. Zo, ja. En ik dan? Steek je, je tong maar uit. Ja, ik heb het. Nou, hier zitten ze onder, jongens. Ik denk dat die van Pierre wel het vieste is. Waarom? Omdat jij ouder bent. Is dat echt waar, dokter? Ja, dat is echt waar. Kinderen hebben vaak een veel schonere tong dan grote mensen. Haha. Nou, zullen we dat preparaatje van deze meneer dan maar eens gaan bekijken? Maar wat zit er nou precies op die tong dan? Allemaal beestjes. Maar hoe komen überhaupt die beestjes op die tong? Van zoenen bijvoorbeeld. Zoenen jullie wel eens? Nee. En weet je wat ik nou zie? Nee. Allemaal bacteriën van de tong van meneer Pierre. Is het erg dat die beestjes op je tong zitten? Iedereen heeft beestjes op zijn tong. En als je minder beestjes op je tong hebt, proef je dan beter? Nou, als je tong schoon is, dan proef je wel beter, ja. Wie wilde mijn dierentuin zien? Ik! Dok, kan je met een schone tong beter proeven? Je kunt beter maar je tong schoonmaken. Zo is deze van mij. Maar dan is je tong weer schoon. Maar je hebt echt overal beestjes. Marleen, dit lijkt me wat. Kijk eens. Ja. Ja, heel mooi. Dit deze gaan we proberen, kom. Oké. Okay. Oh, kijk. Er zit een schone keuken. Dit is het. Hier zullen er geen beestjes zijn. Zeker weten van wel. Nee. Ja. Dit is Marleen Pelgrim van de BB. Ze komt weer normaal gesproken of tekens op zijn school zijn, restaurant en slagerij. Ben? Ja. Goedemorgen, we komen kijken of u beestjes hebt. Vind je dat Nee, ga de gang. Oh! Nou, dit is schoon. Marleen, je kan naar huis. Geen beestje. Echt ja, nee. Wel? Absoluut niet, kat. Nee, het is toch schoon? Kijk toch, geen stoffie. Ze is aan het schoonmaken, kijk. Zullen we bewijzen? Overal zijn beestjes. Je klits, je hebt veel gedronken. Ja, maar je ziet ze niet. Nee, maar je kan me veel vertellen, maar ik zie echt niks. Toch zijn er beestjes. Wat zijn die beestjes precies dan? Komen die beestjes ook op het eten dan? Dat ligt er al aan, welke soort het is. Als het een salmonella is, is het erg. Dan kun je soms de hele dag op de wc zitten. Schijten en kotsen en zo. Maar als je het eten nog een keertje gaat koken, of bakken of braden, dan gaan bij 65 graden gaan de bacteriën dood. Nou, het enige wat niet schoon is jouw koffer. Marleen, kijk eens. Als dit niet vies is. Nou, die is echt vies. Heel veel beestjes. Ja, heel veel. Zeker wezen. Mensen denken dat ze wat schoon gaan maken en dan hebben ze zo'n vies doekje. Zit niet op eten. Nog niet. Maar als jij je aanrecht en je snijplank ermee schoon gaat maken. Deze. Die ja, bijvoorbeeld. Dus dit mag niet. Ik deed het toch. Henneke, een vies doekje. Een minpunch. Tijd voor onderzoek. Marleen, hoe maken we de bacteriën zichtbaar? Nou, dat doen we met deze plaatjes. Hier zitten voedingsstoffen in voor bacteriën. Oh, niet met je vieze vingers. Er zitten ook bacteriën aan. En dan gaan we die plaatjes ergens op afdrukken waarvan we verwachten dat veel bacteriën op zitten. Dan kunnen wij ze zichtbaar maken doordat elke bacterie gaat groeien. Die wordt dan een grote massa en dan kun je stipjes zien. Daarna moeten ze 24 uur bij 37 graden. 24 uur? Ja. Dan hebben wij tijd zat om even de boel geschoten te maken. Zie hier het resultaat. Vaatdoek, aanrecht, snijplank, erg vies, mes uit het blok, gehakt, koelkastdeur en zelfs jouw vingers, Pierre, die zijn ook vies. Ongelooflijk. Maar hoeveel bacteriën mag er nu eigenlijk maximaal in je eten zitten? Dat ligt er al aan.
Als jij het eten zoals dat gehakt nog gaat verhitten, dan mogen er wel een miljoen in zitten. Een miljoen? Een miljoen. Maar als je iets rauw op gaat eten, dan mogen er maar ongeveer 1000 per gram in zitten. Rauw 1000? Krijg je ook van die beestjes volgens mij. Maar het is halve. Waar komen al die beestjes toch vandaan? Van je handen, komen uit de lucht, van alles wat er maar bestaat. In de lucht ook? Ja. Dus eigenlijk hoef ik niet meer schoon te maken, want ze komen toch altijd. Helemaal weg krijg je de beestjes toch niet. Nou, dan vind ik schoonmaken geen dankbaar werk. Mag jij verder gaan? Hé, hey, bedankt. Oké. Vandaag een hele bijzondere cocktail. De cocktail. Daar heb je voor nodig. Bloementhee, gewone thee, water, suiker en het garnituurtje. En natuurlijk een theepot. Nu het garnituurtje. Carambola. Zonder schil is het veel lekkerder.